Okay. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij deze lunchmeeting over ISO 20022 op je boterham. Ik hoop dat jullie allemaal een lekkere lunch zelf hebben klaargezet. Want de betaalvereniging zorgt met de hulp van haar leden, ABN AMRO, ING, Swift, Turk, adviseur en anderen voor een leuke inhoudelijke toevoeging aan uw lunch. Het programma is als volgt. We hebben target 2 wijzigingen van Marcel Otte. DNB had ik niet genoemd. Excuus Marcel, maar je mag ook de aftrap doen. Swift, Jan-Paul Pul van ING, Thijs Veneman en Mike Pruiksma. En dan sluit ik weer af rond 2:30. Voor uw vragen kunt u gebruik maken van een online app. Die gemodereerd wordt door Vincent Evers, onze steun en toeverlaat bij dit soort webinars. En Vincent, wil je even toelichten hoe dat werkt? Ja, heel goed. Dus ik wil je allemaal vragen om eventjes je telefoon te pakken. Dat is het makkelijkste. En vervolgens dan ga je naar de browser toe. En dan zeg je Vincent, ga je naar de browser toe aan vincent.squiffer.com. En als je dat intypt, vincent.squiffer.com, en let er even op hoe je Squiffer telt. Je kunt ook gewoon even met je camera, kun je eventjes dat QR-code scannen. Dan kun je daar vragen stellen. Dat is, en dan zal ik die, nadat de sprekers klaar zijn, zal ik die op het scherm toveren. Gaan we die beantwoorden. Oké, dankjewel Vincent. Dit is het programma. Het is een korte tijdsframe per spreker. Dus zij zullen graag gebruik maken van de tijd die ze daarvoor hebben. Ongeveer een kwartier per spreker. En Marcel, succes met de aftrap. Oké. Ja, dankjewel Frans. Eerst een korte introductie. Ik ben Marcel Otte van de afdeling betalingsverkeer en onderpandservices van de Nederlandse Bank. En daar onder meer de interne projectleider voor de T2T2S Consolidation. Eerst nog even een korte terugblik om waarom is er ooit gekozen voor om Target 2 en Target 2 Securities te consolideren op één platform. Ja, de belangrijkste reden daarvan is om de efficiëntie te verbeteren. Eén platform moet altijd goedkoper zijn dan twee verschillende platformen. Een ander subdoel is ook om het liquidity management te gaan verbeteren. Binnen de services, maar ook met name tussen de verschillende target services. En ja, een belangrijke consequentie van één technisch platform is ook dat een belangrijke doelstelling is om één geharmoniseerde technische interface te hebben voor alle target services. Dus voor target 2, voor target 2 securities en voor tips. En ook toekomstige euro ACMS. Allemaal dus via dezelfde technische interface. En ook allemaal gebruik maken van dezelfde berichtstandaard, dus allemaal ISO 20022. En dat allemaal zou uiteindelijk dan moeten gaan leiden tot lagere operationele kosten voor iedereen. Ja, hoe ziet het nieuwe target services er dan uit? Bovenin hebben we het Central Liquidity Management. Dat is de module, voor wat de naam zegt het al, het hele liquiditeit management over de verschillende services heen. Hier zitten alle verschillende rekeningen die je nodig hebt straks. En ook alle centrale bankoperaties die vinden straks plaats in CLM. Dus de standing facilities, kasreserve management, je creditline, al die zaken die zitten in CLM. En dan heb je daarnaast nog de drie echte services. Target 2 Securities, die bestaat al. Dat is voor de settlement van effecten in centrale bankgeld. RTGS. Dat wordt straks de module voor de settlement van interbankaire betalingen in centrale bankgeld. En dan met name dus de high value payments. En tips, dat hebben we ook al. Dat is voor de settlement van instant payments in centrale bankgeld. Dan zijn er nog een aantal gedeelde modules. De belangrijkste daarvan is natuurlijk het Common Reference Data Management. Het vaste gegevensbeheer voor alle target services. Billing, dat is ook voor alle modules straks gecentraliseerd. En een hele belangrijke is de Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway. In de volksmond ook wel ESMIG genoemd.
Ja, en dat is die geharmoniseerde technische infrastructuur voor alle target services. Nou, en als je dan kijkt naar de toekomstige rekeningenstructuur, dan zie je eigenlijk dat je die over deze modules van target heen kan leggen. Dus alle partijen krijgen straks een main cash account, die zou je kunnen zien als CLM. En voor de verschillende services kunnen ze dan een of meerdere dedicated cash accounts openen. Nog even heel kort dan, wat zijn dan de belangrijkste wijzigingen? Ja, alle deelnemers in Target 2, die zullen een main cash account moeten gaan openen. En in elk geval alle partijen die kassareserveplichtig zijn. Het interbankaire betalingsverkeer, dat zal worden afgehandeld in RTGS. En daarvoor moet je dan een RTGS DCA hebben, of meerdere. Maar als je meerdere RTGS DCA's wil, dan heb je ook meerdere Big Elves nodig. Want iedere RTGS DCA wordt geïdentificeerd door een unieke Big Elf. De home accounts, dus dat is eigenlijk voor partijen die wel kassareserveplichtig zijn, maar verder niet deelnemen aan het interbankaire betalingsverkeer. Ook deze komen als main cash account straks terug in CLM. De standing facilities, dus de marginale beleningsfaciliteit en de overnight deposit, die worden straks ook afgehandeld in CLM. Dat betekent dus dat deze rekeningen hier terug gaan komen. Ook het kasreservebeheer, reserve management, dat gaat plaatsvinden in CLM. Het bijhouden van wat je kassareserveverplichting is en ook je running average, dat komt allemaal in CLM terecht. En hierbij is het wel van belang dat alle rekeningen die je hebt binnen de target services, die tellen mee voor je kassareserveverplichting. En wat ik al zei, het vaste gegevensbeheer, dat wordt gedeeld over de verschillende modules heen, dus je hoeft als party nog maar één keer opgevoerd te worden en niet meer per service. Nou ja, het belangrijkste is inderdaad die geharmoniseerde communicatieinfrastructuur. Anders dan nu bij Target 2, waar je alleen Swift hebt als netwerk, kun je straks kiezen tussen Swift en SIA Cold. Dit betekent ook dat een aantal Swift-specifieke zaken die nu in Target 2 zitten, zoals role-based access control, ja, dat komt te vervallen. Het hele bevoegdhedenbeheer, user management, dat wordt gewoon onderdeel van de vaste gegevens. Ook de huidige wijkkopie-functionaliteit van Swift wordt niet meer gebruikt. We gaan terug naar de V-shape. Dus alle betalingen moeten worden geadresseerd aan het platform zelf. En ja, de belangrijkste wijziging, en waarvoor we hier eigenlijk ook zitten, is de wijziging van MT-berichten naar ISO 20022. Verder is het voorzien dat het platform nog multicurrency wordt. Dus naast de euro zouden ook andere valuta's gebruik kunnen maken van de target services. Bijvoorbeeld Deense kronen of Poolse zlotys. Maar er zullen geen betalingen mogelijk zijn tussen de verschillende valuta's. Kort, de belangrijkste impact voor de Target 2 deelnemers. Een eerste belangrijke beslissing die moet worden genomen is van ja, de hele inrichting van de nieuwe rekeningenstructuur. Wat ik al zei, iedereen ja, die is eigenlijk verplicht om een main cash account te openen. Nou, je kan ervoor kiezen om één of meerdere RTGS DCA's te openen. Zeker multi-country banks, die hebben daar verschillende opties in. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor multi-addressee access. Dat betekent dat andere partijen gebruik kunnen maken van jouw RTGS DCA. Dat zij hun betalingen via jouw RTGS DCA kunnen gaan leiden. Of indirect participation. Dat betekent dat zijn partijen die hebben zelf geen RTGS DCA, maar die kunnen hun betalingen dan leiden via iemand die dat wel heeft. Nou, als jij zo'n hele structuur hebt van rekeningen, ja, dan kan je dat nog samenvoegen tot de liquidity management group, zodat er ja, liquidity transfers mogelijk zijn tussen al die verschillende rekeningen. Dus ja, dat is wel iets om zeker als grotere multi-country bank goed over na te denken. Ja, bijvoorbeeld als je dan vervolgens nou ja, gebruik maakt van indirect of multi-addressee access, ja, dan zul je daar toch contractuele afspraken over moeten gaan maken. Dus dat hele contractuele raamwerk, dat zal moeten worden opgezet en uiteindelijk nou ja, ondertekend. Je zal uiteraard een network service provider moeten kiezen voor je connectie met de target services. Dus ja, Swift
of SIA Cold. En ja, omdat het hele liquidity management verandert, zul je daar ook je operationele processen waarschijnlijk op moeten gaan aanpassen, inrichten en implementeren. Ja, en als je daar dan allemaal over nagedacht hebt en hebt geïmplementeerd, dan wordt het tijd om je voor te gaan bereiden op de hele testfase. Nou, daarvoor zal je allereerst wat registratieformulieren moeten gaan invullen naar DNB. In elk geval om je rekeningen te kunnen gaan openen, want dat wordt helemaal vanaf nul weer opgezet. Je zal je technische connectie met SMIG moeten gaan implementeren. En uiteraard zal je applicaties moeten gaan aanpassen dat ze ISO 20022 berichten kunnen gaan uitwisselen met Target 2. Nou, dat moet dan allemaal nog eerst intern worden getest. Je medewerkers zullen moeten worden getraind. En uiteindelijk kan je dan deelnemen aan de, wat wij noemen de user tests. Dus de testen met het nieuwe platform. Dat gaat ook weer in een aantal fases. We beginnen met connectiviteitstesten. Dus kijken of je echt connectie kan maken met het platform. Eén met de graphical user interface lukt dat. Krijg ik een aanmeldscherm te zien. En twee, kan ik een testbericht sturen naar het platform. Dat bericht zal dan nog niet echt verwerkt worden. Je krijgt een technische afkeuring terug, maar dan weet je dus wel dat jij verbinding hebt met het platform. Dan komt een bilaterale testfase, waarin je bilateraal betalingen uitwisselt met het platform zelf, dus nog niet met andere partijen. En uiteindelijk komt er dan nog een testfase waarin de interbankaire tests gaan plaatsvinden. Dus de end-to-end testen waarbij de hele community betrokken is. Nou, en tijdens die testfase zullen er ook nog een aantal migration weekend dress rehearsals plaatsvinden. Dus waarin we met z'n allen het migratieweekend alvast gaan testen. Want dat is een big bang in november 2022. Dus we willen wel dat het allemaal goed gaat. Even kijken, want er zijn wat vragen. Oorspronkelijk was het gepland dat de consolidatie in november 2021 afgerond zou zijn, maar in de zomer is besloten om dat met een jaar uit te stellen. Een van de redenen was de hele COVID-19-pandemie, die toch impact heeft op de interne projecten van de Target 2-deelnemers. Maar een andere hele belangrijke reden was het uitstel van Swift voor haar ISO 20022-migratie. En de banken toch graag de consolidatie willen laten samenvallen, op zijn minst met de Swift-migratie. Wat zijn dan de consequenties van dit jaar uitstel? Allereerst zal een aantal testfases wat langer gaan duren dan oorspronkelijk was voorzien. Dus de bouwfase door de vier centrale banken die het platform gaan bouwen, die is uiteindelijk met 5 maanden verlengd. De volgende fase is wat noemen de Eurosystem Acceptance Test. Dus dat is de fase waarin een aantal centrale banken, waaronder de ECB, acceptatietesten doen voor het platform. Nou, een van die, en omdat het platform in een aantal packages wordt opgeleverd aan de centrale banken, vindt ook die EAD in een aantal fases plaats. En een van die fases is met een maand verlengd. Dan hebben ook de centrale banken nog een testfase. Die beginnen nu in een nieuwe planning op 1 juni volgend jaar met hun testen. En die testfase is met 2 maanden verlengd. Dus daar waren wij niet echt rouwig om, zeg maar, als centrale banken zijnde. En dan de belangrijkste testfase voor de Target 2 deelnemers, de user testing. Ook die testfase is verlengd met 3 maanden. En begint nu al op 1 december in plaats van oorspronkelijke voorzien 1 maart. Zoals ik al zei, het is een big bang.
Dus in november 2022 moet iedereen op hetzelfde moment, in hetzelfde weekend, gaan migreren naar het nieuwe Target 2 platform. Ja, daarvoor zijn door de centrale banken een aantal mijlpalen gedefinieerd. En wordt door de centrale banken ook per kwartaal gemonitord wat de status hiervan van is. Voor volgend jaar, de eerste mijlpaal die eraan zit te komen, is nu eigenlijk dat vanaf 1 maart iedereen geacht wordt te begonnen zijn met de interne testen. Maar nog belangrijker is de verwachting dat op 31 maart iedereen zijn netwerk service provider moet hebben gekozen, op zijn minst. Contracten hoeven dan nog niet te zijn getekend, want die moeten uiterlijk 30 juni zijn getekend, NSP 4. En 30 juni is ook een belangrijke datum, want dan wordt er verwacht dat de interne softwareontwikkeling bij de deelnemers is afgerond. Dus dat ze in elk geval hun software op dat moment in acceptatie hebben aangepast. En dan is de volgende mijlpaal die van 31 augustus volgend jaar. Dan moeten ook de interne acceptatietesten van deze aanpassingen afgerond zijn. Dan beginnen wij als centrale banken vanaf september volgend jaar met het trainen van de Target 2 deelnemers. Dat doen wij via train-the-trainer sessies. En vanaf 1 september kunnen de banken ook beginnen met de connectivity tests met het nieuwe platform in de acceptatieomgeving. Dan is 30 november die testfase of die trainingsfase afgerond. En moeten ook de connectivity tests afgerond zijn. Want dan beginnen op 1 december de user tests. Dan zitten we onderhand in 2022. En dan op 1 mei beginnen dan de connectivity tests voor productie. Dus dan beginnen we eigenlijk al het migratieproject naar productie. Die connectivity tests in productie die moeten dan op 31 juli 2022 afgerond zijn. En dan beginnen op 22 augustus, lekker aan het einde van de zomervakanties, de pre-migration activiteiten. En dat houdt in dat de centrale banken als eerste beginnen met het invoeren van alle vaste gegevens. Op basis van de registratieformulieren die wij van alle banken ontvangen hebben. Maar ook de deelnemers zelf zullen in die periode hun eigen vaste gegevens moeten gaan invoeren. Dat zijn met name dan het hele user management. Wat dan moet gaan gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook wat wij noemen message subscription en message routing. Dus welke berichten wil jij waar ontvangen. Dan is 30 september eigenlijk een belangrijk moment waarop eigenlijk alle voorbereidingen helemaal afgerond moeten zijn. Dus de user testing moet klaar zijn. Alle contracten moeten getekend zijn. En alle procedures moeten geïmplementeerd zijn. Want dan, 31 oktober wordt er dan verwacht dat wij die hele premigratie hebben afgerond. Dus alle vaste gegevens moeten er dan goed in zitten. En dan op 21 november 2022, dan hebben wij de grote Big Bang waarop de nieuwe Target 2 live gaat. Tot slot nog deze. Aanstaande vrijdag hebben wij vanuit DNB nog een WebEx. Waarbij we enerzijds ook weer op deze gewijzigde mijlpalen ingaan. Maar dan zullen wij ook nog ingaan op een aantal wijzigingen in TIPS. Naar aanleiding van een besluit van de Governing Council deze zomer over de Pan-European Interoperability for Instant Payments. Dus daar zullen wij vrijdag wat meer over gaan vertellen wat daar de consequenties van zijn. Dus mocht u geïnteresseerd zijn en zich nog niet hebben aangemeld, dat kan dan op dat mailadres wat daar vermeld is. Dus dat was wat mij betreft wat ik te melden had. Marcel? Ik weet niet of er vragen zijn, maar ik heb nog geen vragen langs zien komen op Squiffer. Maar Vincent presenteert hier nu een ander. Ik kan het alleen niet lezen. Vincent, nee. Vraag geldt voor alle presentatoren, is de presentatie of later offline beschikbaar? Ja. Alle presentaties de vraag over de presentaties, of ze beschikbaar komen, had ik inderdaad even aan het begin willen melden. Direct na aansluiting van deze online bijeenkomst. Is via dezelfde link als waarmee je deze bijeenkomst volgt. Een linkje naar alle
presentaties van de presentatoren. Ik kan me ook voorstellen met de hoeveelheid informatie die Marcel toch al in zijn eerste presentatie heeft gestopt, dat je het graag even na wil lezen voor alle details. Los van het feit dat we twee zware of twee intensieve jaren voor de boeg hebben, Marcel. Want dat is wel mijn takeaway van jouw verhaal. Dankjewel. Is er nog één andere vraag voor Marcel? Marcel, heb je enige indicatie hoeveel mensen er bij DNB met ISO 2022 bezig zijn? Misschien ook gelijk Europees bij de centrale bank zou ik daarin willen toevoegen. Oh, daar, andere centrale banken, daar zou ik... Als je het puur over de consolidatie hebt, nee, dat weet ik echt niet. Ik bedoel, het zijn overal flinke clubjes. We gaan gewoon meteen door. Je kunt snel de antwoord, want we hebben nog meer vragen, Frans. Dus we hebben gewoon een paar... De vraag over testen komen straks langs, maar de kernvraag die nu al ligt is, wanneer komen de testformulieren beschikbaar, Marcel? Dat zou ik na moeten zoeken. Ik heb dat niet paraat. Oké. Volgens mij ergens al op mei of zo, maar goed, dat moet ik even nazoeken. Welke systemen moeten 1 maart in test zijn? Ook secundaire systemen. Ik zou willen voorstellen om deze testvragen even te parkeren tot de presentatie over testen die er meteen gegeven wordt. Dan over naar Tom Callaert van Swift, die naast de wijzigingen die de centrale banken opleggen voor de aansluiting op het eurosysteem, nu de wijzigingen vanuit de Swift, het Swift-berichtenverkeer met jullie zal delen, om nog iets extra's te stapelen op de wijzigingen die er al komen. Tom, het woord is aan jou. Correct. Dank u, Frans, voor de intro. En dank u, Marcel, ook voor het ISO-verhaal aan de eurosysteemkant. En wat ik er graag zou bij plaatsen als content over aan de Swift-kant, gaat over het internationaal verhaal, gaat over het verhaal van de Swift-strategie om te evolueren naar een zo instant en frictionless mogelijk manier van het doen van internationale betalingen. En ontegensprakelijk zitten die heel dicht tegen elkaar geconnecteerd. Dus ik ga nu even kort doorgaan, door de highlights van die strategie doorgaan. Een aantal zaken op het ISO-verhaal dat daar zeer kort mee gelinkt is, gaan vertellen. En dan gaan we met de collega's die ook in allerhande werkgroepen jullie land vertegenwoordigen en jullie community vertegenwoordigen, gaan zij dan iets dieper ingaan op de concrete implicaties, de teststrategieën en zonder veel extra info ga ik dan even eens bekijken wat dat eigenlijk betekent op een betalingsdeel. Dus de hele adoptie, de hele migratie naar ISO 20022 is eigenlijk slechts een deel van het verhaal. We zien in de hele markt dat er een evolutie is naar betalingen die zo onmiddellijk, zo instant en met zo weinig mogelijk fricties dienen te gebeuren. En je ziet dat in elk segment. Overal is men gewoon dat dingen plots gebeuren, dat we niet weken of dagen moeten wachten voor een transactie. En we zien dat de laatste jaren reeds in die richting is geëvolueerd. Dat een groot deel van onze transacties als community ook internationaal binnen de 24 uur gebeurt. Mede door initiatieven zoals GPI. Maar we willen hier nog een stap verder gaan, nog een belangrijke stap verder, om dit comfort dat we gewoon zijn op nationaal gebied ook op een internationaal gebied te brengen. Dus dat is het concept waar je dikwijls die instant en frictionless gaat horen. En er is een heel platform dat achter deze strategie zit. En dat gaat er ook voor zorgen dat meerdere technologieën tegelijk kunnen gebruikt worden. Wat dus ook gaat faciliteren dat banken die nog niet klaar zijn voor de volledige ISO 2022 migratie en het volledige berichtverkeer in ISO, dat die nog de fin messages voor een bepaalde periode gaan kunnen gebruiken tot eind 2025. En je gaat zien, afhankelijk van het profiel van de bank, gaat daar een ander verhaal rond ontstaan. En je ziet hier een aantal concepten op deze slide staan daar rond.
Maar als ik een beetje meer in de details ga kijken van wat dat platform en die nieuwe basis van het berichtenverkeer betekent, dan kom ik al snel op deze afbeelding, die onderaan een overzicht van de complexiteit van een internationaal bericht dat door over de hele wereld wordt gebracht, welke complexiteit dat daar mee te pas gaat. En wat je ziet, en jullie zijn daar ongetwijfeld heel gekend mee, is dat al die verschillende agenten een bericht gaan versturen en dat is in heel veel gevallen een bilateraal gegeven, waar wij dan als netwerk de exchange gaan faciliteren. Maar nu zie je, als je dit in een beeld zet van we moeten naar een XML ISO 2022 structuur gaan, komt dat met een aantal challenges. So, wat is het idee achter deze strategie? Dat is dat we met verschillende layers gaan werken. Waar dat je dus een eerste belangrijke layer hebt, die communication channels, waar we zowel de huidige FIN-kanalen, de MT-kanalen, gaan blijven gebruiken voor een korte tijd om die migratie verder te laten verlopen, in combinatie met een interact kanaal voor die ISO-messages, maar ook nieuwere communicatiekanalen gaan openzetten die onderling kunnen gebruikt worden. Dat is dan een API-gebaseerd kanaal. En dat is de communicatielayer. Als je wilt, daarboven komen er een aantal layers. En de drie onderste zijn eigenlijk de basisverplichte layers, waar we gaan kijken naar een transactional object with rich data structure. Dat is een soort van gouden kopie. Dat is een soort van single version of the truth. Of wat er eigenlijk van links naar rechts, van de debiteur naar de crediteur wordt getransformeerd. Zodanig dat er ook, indien er bepaalde updates in een ouder berichtformaat moet zijn, dat degene die reeds een migratie naar een ISO messaging of een ISO exchange van informatie hebben gedaan, dat die kunnen rekenen dat de informatie van een bepaalde transactie blijft in het platform aanwezig zijn, in een soort transaction management platform. En daarboven gaan we dan ook niet enkel kijken naar die gouden kopie, maar gaan we ook kijken naar wat betekent dit in terms of SLA? Wat betekent dit op vlak van, zoals daar vandaag reeds GPI's zijn, wanneer en waar is de transactie op dit moment in de hele chain van banken die involved zijn. We gaan kijken naar hoe lang heeft dit geduurd. Dus we gaan daar proberen zo veel mogelijk die transparency en die snelheid te gaan faciliteren. Deze setup met een centraal platform zorgt er dan ook voor dat er een aantal andere dingen kunnen worden gefaciliteerd. We noemen dat hier mutualized processing services, maar je kan je goed voorstellen dat er bepaalde zaken zijn die op dit moment, ik denk daarbij aan bepaalde validaties, maar ook aan bepaalde sanctions related checks, dat we gaan kijken van, dit wordt nu op elke stap door elke bank in de chain gedaan. Wat als we dit nu op een meer common level, hoe kunnen we daar een hogere snelheid gaan halen van de transactie door hier mutualized services gaan toe te passen. En dan de kers op de taart, als je wilt, is dan ook nog een dataplatform waar dat daar dan, zoals daar vandaag reeds business intelligence bij ons bestaat, maar waar dat we ook verder kunnen gaan in die analyse van bepaalde corridors en bepaalde markten. Dus dat is een beetje de foundations. Ik weet dat we hier vrij snel doorgaan, maar ik denk dat het belangrijk is, en ik ga daar ook toe komen, dat je weet waar je de informatie kan vinden, zodanig dat die boterham verder kan verteerd worden in de komende maanden en dat je steeds weet waar de nieuwste informatie beschikbaar is.
Oké. Dus met dit ga ik even verder. Wat betekent het? En ik heb al de komende maanden gezegd, maar wat betekent dit in terms of timing? Als we gaan kijken naar de milestones, je ziet dat er daar specificaties opkomen in de komende maanden, dat het platform waar we naar refereren begin 2022 zal klaar zijn, dat die in tijd klaar is, ook voor jullie als onderdeel van de eurozone, om te zorgen dat indien een deel van de informatie van Target 2 komt in een rijk ISO-formaat, dat je die ook kan doorgeven in een ISO-formaat naar de volgende partij. Dus dat is een belangrijk component ook op vlak van timing. En ik wil misschien ook de aandacht vestigen op de User Advisory Group dat hier vermeld is. En daar gaan we zien dat heel veel van jullie collega's involved zijn geweest in consultaties, een review van, oké, dit zijn onze ideeën op vlak van strategie. Past dit in jullie visie als bank? Hoe werkt dit? En daar is een heel overlegsysteem met de verschillende landen en met iedereen die internationale berichtgeving gebruikt, dat wordt opgezet. En dus je ziet daar mandatory testing for payments processing voor degene die ISO gaan aannemen. Daar uiteraard de mandatory is vooral een heel sterke encouragement, een heel sterk advice om die testing te gaan doen, reeds in de periode naar aanleiding van de Target 2 consolidatie waar Marcel het heeft over gehad. En waar dan anderen die minder actief zijn in die area kunnen gaan testen en gaan hun adoptie, hun aanpassingen gaan doen op hun eigen snelheid. En zij kunnen dan kiezen of ze migreren, en iedereen kan kiezen of ze migreren naar een Interact FinPlus verhaal of naar een API verhaal. En dat is ook iets wat afhangt van het profiel van de bank, uiteraard. Oké, dus dat geeft jullie een beetje een timeline op basis van de verschillende grote lijnen. Als ik nu terugkom naar het eigenlijke beleg van de boterham, dan hebben we het over ISO 2022, waar we dan, als we really in de nitty-gritty gaan, kijken naar de verschillende messages die worden getransfereerd. En daar gaan we dan, dit zijn de highlights, er zijn reeds informaties beschikbaar, er zijn reeds vertalingen beschikbaar. En die kan je vinden op de nodige platformen, zoals daar zijn MyStandards, maar ook op Swift.com. En dat is de key highlight die ik wil geven. We spreken hier over support pages. Je gaat naar MySwift, je kan informatie vinden. We hebben daar alle applicable knowledge base artikels bij gezet. We maken daar recordings om meer informatie te geven, om die vertering op rustige manier te kunnen doorgaan. En ook om een beetje te zien van, wat betekent dit nu concreet voor mij en voor mijn bank? Deze ga ik niet in detail doorgaan, maar dat geeft u een beetje een idee van, ook dat is een iteratief proces. En dus informatie is er reeds zeer veel aanwezig, maar we gaan uiteraard stap per stap, na consultaties, die informatie beschikbaar maken in de komende kwartaal. Oké. En dan wat dat ook heel belangrijk is het hele verhaal waar ik nu als een sneltrein zeker op het einde ben aan het doorgaan, sorry daarvoor, is ook beschikbaar in een meer rustige video briefing. En dus je kan die links ook in de PDF-versie van de slides vinden achteraf. En je kan dan gaan zien dat er nog meerdere publicaties gaan komen. En we beginnen met de basis op ISO, CBPR+, wat is die strategy roadmap dat ik net beschreven heb, en we gaan verder in alle concepten van het FinPlus verhaal. Dus daar zie je veel meer informatie, en je ziet al het linkje naar de eerste, die in het Engels beschikbaar is, en ook in andere talen. En dat brengt mij eigenlijk aan de laatste slide, waar ik eens bij de collega's ga horen of er enige vragen waren.
Vincent, heb je nog één of twee vragen? Wat is het doe de eerste maar. Ja. Dus wat is het? Sorry? Kun je hem zien? Ja, ik kan hem zien. Dus de vraag is vooral, wat is het voordeel van ISO? Waarom zouden we allemaal naar ISO gaan nadat alles is geïmplementeerd? Voor mij is het niet alleen de suggesties hier reeds van snelheid en flexibiliteit, waar je verschillende modellen hebt per toepassing, per market van flows. Maar het gaat ook over de rijkheid van informatie. Je hebt in de ISO-structuur heb je veel meer gedetailleerde velden om alle informatie kwijt te raken. Tot zelfs het postadres wordt in heel veel verschillende velden onderverdeeld om makkelijker te kunnen gaan analyseren. Wat dat dan op dataniveau, wat op compliance niveau heel veel meer functionaliteit gaat brengen. En de verwerking van XML of in de API-wereld JSON-gerelateerde formaten, dat gaat uiteraard voor de technieker onder ons iets meer voordelen brengen. Oké, dankjewel. Dan wou ik het hier even bij laten. Want ik denk dat de vragen die langskomen wij ook zullen verzamelen en kijken hoe we die kunnen publiceren in de link ook die we straks onder het YouTube-kanaal gaan zetten. Dankjewel. Vincent, zullen wij nog even één of twee vragen tussendoor doen om te kijken wie wij vanuit de andere kant aan boord hebben? Kijken of dat lukt met Squiver. Heb jij een vraag klaarstaan waar mensen op kunnen reageren? Ja, ik had even voor iedereen de vraag, voor welke organisatie werk je? Als jullie dat eventjes zouden willen beantwoorden, dan ben ik heel benieuwd dat we even kennis maken met de mensen. Ja, dus wie werkt er voor de banken? Wie werkt er, wie is de leverancier? Wie doet er meer in consultancy? En kijken, de banken die gaan omhoog. Ja, IT zit er ook in. Nee, het is altijd spannend om dat hier eventjes te gaan zien. Kijk, eerste voorzitter banken en een aantal others. Ja. Heel goed. En dan hadden we vraag, welke fase zit in de ISO-implementatie? Ja, precies. In welke fase zit je als bank? Voornamelijk in deze ontwikkelen, assessment, testen. Oh, er zijn mensen klaar Frans. Heel mooi. Dan hoop ik dat ik die kan ontmoeten, zodat ze ook nog wat meer kunnen bijdragen aan het leren naar de anderen. Dat geeft een beetje een beeld. Ik dacht dat er niemand dat zou zeggen, Frans. Maar dat is toch wel gewoon heel bijzonder dat meteen neergezet wordt. Oké. Het is een anonieme stemming, maar als mensen zich naar de hand bij ons bekend willen maken, zou heel erg aardig zijn. Het is ook een beetje voor de volgende sprekers. We hebben nu net van Tom en Marcel gehoord wat de aanleiding is en hoe zij dat aangepakt hebben, of hoe dat aangepakt wordt vanuit de centrale banken en vanuit Swift. De volgende sprekers, te beginnen met Jan-Paul van Pul van ING, gaan in op wat de aanpak in Nederland is om daar ook echt op tijd klaar te zijn en daar elkaar ook in te ondersteunen en af te stemmen waar nodig. Jan-Paul, je hebt een breed publiek aan bankencollega's. Hebben we in de aanbieding voor je. Dus de floor is yours. Mooi. Dankjewel. Goed, kunt u mij alle goed verstaan? Ik ga er vanuit van wel. Dat kunnen ze, Jan-Paul. Ik geef maar even antwoord voor die 110 mensen die aan het luisteren zijn. Okay, ja, goed. Allereerst, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Jan-Paul van Pul. Ik ben werkzaam bij ING Bank. Daarvoor heb ik bij Enigma Consulting en bij ABN AMRO Bank voor 30 jaar gewerkt. Intersection banking is mijn ding. Betalingsverkeer, corporate cash management, financial markets. Nou, met die kennis ben ik ook binnen ING gestart. En een van mijn rollen is ook contacten met de marketinfrastructuur. Nou, net heeft u al Swift vernomen, maar is ook gezien als EBA Clearing. En eigenlijk ook welke belangrijke ontwikkelingen er zijn. Ik zit in de Swift National Member Group in Nederland. En ik trek ook een interbankaire werkgroep rondom het Target 2 migratieprogramma en ook rondom CBPR+. En daar wil ik graag met u enige ervaringen delen waar ik zo tegen aangelopen ben. Even kijken. Gaat dit iets mis met
Je moet even naar de slide gaan, Paul, Jan-Paul, en dan op de slide zelf een pijltje naar rechts gaan. Dan denk ik dat het goed gaat. Zie je de slideshow, zie je de slide zelf op het scherm, Jan-Paul? Ja, die zie ik. Ja. En daar moet je met je muis heen gaan, met die slide. Ja. En dan als je erop klikt, dan moet je naar de volgende. En dan zou die naar de volgende moeten gaan. Ik zie namelijk de muispointer niet op jouw slide op dit ogenblik. Oké. Okay. Het is heel vervelend dat hij het niet goed doet. Oké, Jan-Paul, als jij gewoon eventjes begint te praten, dan pak ik even de slide erbij en dan ga ik hem zo meteen even delen. Heel graag. Ja. Ik kom er zo in. Dus, ja, prima. Nou, de techniek staat voor niets. In deze digitale tijd laat ik sowieso de ervaringen delen. Allereerst... deze interbankaire werkgroep waar ik het net over had, is eigenlijk het leven geroepen nadat we met de Nederlandse Bank onze eerste informatiesessie hadden. Een aantal commerciële banken was uitgenodigd, een vijftal, en ook een aantal clearing organisaties van de securities kant. Wat er bleek is dat wij boordevol met vragen zaten rondom Target 2 en rondom CBPR+, van hoe gaat het een en ander werken? Waar moeten we godsnaam rekening mee houden? En toen suggereerde de Nederlandse Bank ook al heel terecht om uiteindelijk als banken onderling ook af te stemmen. Want dit hele werkgebied is ongelooflijk complex en het is een grote puzzel. Wie zitten er in de betreffende werkgroep? Dat zijn ABN AMRO, Rabobank, ING, Volksbank, Landschot Kempen. Later sloot ook NIBC aan en ook de betaalvereniging BVN. Nogmaals, waarom en de doelstelling? We wilden eigenlijk gewoon kennis bundelen om deze complexe operatie, want dat is het, en zelfs misschien vergelijkbaar zelfs wel met de invoering van de euro of andere grootschalige programma's. En we zeiden al van, eigenlijk zijn er drie gebieden waar we het echt over moeten hebben met elkaar. Allereerst de kennis te delen rondom de functionaliteiten SWIFT, CBPR+, maar ook rondom Target 2. De tweede is, we moeten echt een constante dialoog hebben met de voorgaande sprekers en instituten, de Nederlandse Bank en SWIFT. We moeten ongelooflijk veel kennis en informatie naar binnen halen en wat moeten we doen. En als laatste, we hebben ook gezegd, laten we ook onze krachten bundelen. En laten we onze krachten bundelen met name in het testtraject. Marcel Otte gaf al aan hoe complex het Target 2-programma eruit ziet. Het is een Big Bang. En we hebben met z'n allen gezegd, het zou zeer goed zijn om daar met elkaar ook in interbankair traject over te spreken. Maar daarnaast ook te testen en hoe onze migratie eruit moet zien. In het programma zal Mike Pruikswa daar later natuurlijk op ingaan. Nou, gaande naar de volgende slide. Het volgende zijn de drie areas of interest. Ik pak eerst de eerste. Knowledge en information sharing. Nogmaals, eigenlijk gaf onze voorganger, zeg maar onze voorgaande spreker, Tom Kallert al aan, de boterham die u met beleg moet gaan consumeren. En eigenlijk gaat het om een heel volkoren brood. Dus één groot brood waar we het over hebben. En dat gaat met name dan ook over alle fasen waar u in zit. Dus van assessment tot analyse tot aan volledige implementatie. Hou hier rekening mee dat Target 2 een Big Bang is en SWIFT CBPR+ gefaseerd uiteindelijk zal migreren. Waar hebben we het dan met elkaar over als we kennis delen? Allereerst de interpretatie van alle milestones die in de Target 2 planning zijn en ook in CBPR+. En beide moeten we in november 2022 klaar zijn. Vanuit een content point of view hebben we gezegd, en dat werd door beide voorgangers ook al aangegeven, zowel aan de PAX, aan de betalingsverkeerkant, dat zijn de nieuwe berichten, zoals we ze kenden, MT100 berichten en 200, en de KANT berichten, Cash and Liquidity Management, daar zullen de nieuwe berichten komen. Tom heeft dat al uitgelegd in zijn voorgaande presentatie. Maar we hebben ook gezegd,
Maar welke messages komen er live in november 2022 voor CBPO Plus en welke in november 2023? Van belang is met name ook na te denken over, zoals we noemen, de non-happy flows. Dus eigenlijk rejects, returns, investigations. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zien die berichten eruit? Hoe moet ik ze interpreteren? Hoe moet ik ze verwerken? We hebben een flinke goede kennisbron ook in onze werkgroep zitten. Dat is Peter Hittingen. Nou, bij Namro Bank. Hij is lid van de CBPO Plus en hij geeft ons voortdurende update, naast dat Zwift dat ook doet, over zeg maar, het hele CBPO Plus programma, welke berichten, wanneer wat te verwachten, hoe te interpreteren. En daarnaast natuurlijk target 2. Naast de hele PAX-berichten, dan ook nog eens een keer die hele accountstructuur. Ook Marcel Otte gaf het al aan, als je multi-country bankband bent, hoe moet het eruit komen te zien? Een master account, een dedicated account, dadelijk eventueel ook nog met tips. Als u een indirecte participant bent, dan is het met name uw betreffende bank, de direct participant die u de diensten aanbiedt, hoe moet het er dan uit komen te zien? Eigenlijk, en dat is even afsluitend op deze slide, hebben we ook gezegd, Target 2 en CBPR+, ze gaan gelijktijdig. Maar hoe zien de berichten er dan op een gegeven moment ook uit in de verwerking van opdrachten vanuit Target 2 naar de buitenland toe? Of andersom? En welke berichten zijn dat? Hoe zien de opdrachten eruit? Welke velden zijn wel en niet mee te nemen? Moet er eventueel getrunkeerd worden? Nou, last but not least, rondom de synchronisatie. Zo belangrijk is het, en dat gaf Tom ook al in zijn presentatie aan, en Target 2 en CBPR+. Maar ook het nieuwe Transaction Management Platform gaan live per november 2022. Een hele gedisciplineerde manier om uiteindelijk klaar te zijn per november 2022. Zeer belangrijk. Het tweede aandachtsgebied op de volgende slide. Externe alignment. Ja, zeer belangrijk. Met de Nederlandse Bank, en we zeggen allemaal, leidend is de hele milestone planning van de Europese Centrale Bank. Marcel liet het net ook al zien in zijn presentatie. Maar wat we in onze werkgroep doen, is met name ook onze positie vanuit Nederland kenbaar te maken aan de Nederlandse Bank, die dat aan het eurosysteem geeft, voor wat betreft de hele opzet van het nieuwe systeem, de functionaliteiten. En dan is het zo belangrijk dat er een duidelijke inbreng is vanuit de Nederlandse community naar de Nederlandse Bank en naar ECB toe, om uiteindelijk ook onze wensen duidelijk te maken. Daarnaast hebben we ook infosessies met de Nederlandse Bank voor meer gedetailleerde informatie rondom de berichten en de planning. Bij Zwift, en Tom Kallert was net even voor, in het hele programma aan bod. Voor Zwift is zo van belang dat wij onze Nederlandse community in de National Member Group ook onze wensen duidelijk maken. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt rondom CBPR+. Tom gaf het al aan, een vrij complexe, nou, boterham, laten we zeggen, een heel brood, waar je uiteindelijk erachter moet gaan komen, welke berichten, wanneer, hoe zien ze eruit. En daar heb ik vrij veel afstemming met de Nederlandse Bank, met Zwift over. Tom liet ook een heel duidelijk overzicht zien, wat hij nitty-gritty noemde met PAX en kantenberichten. Zo belangrijk om die volledig te doorgronden. We hebben ook uiteindelijk vanuit de Nederlandse Interbankaire Werkgroep gevraagd aan Zwift. En daar wordt op gekauwd en wellicht dat dat in overweging wordt genomen. Zouden we CBPR+ iets eerder kunnen doen dan Target 2? Om wat risico's al te mitigeren. Dat is nog een ongoing dialogue in Zwift-verband. Maar daar zullen we langzamerhand daar ook even wat meer over vernemen. Of dat wellicht mogelijk is. Er is ook een Zwift Benelux Taskforce. Die is eigenlijk het leven geroepen toen Zwift vernam dat wij in Nederland deze interbankaire groep hebben. En eens in de 6 weken, 2 maanden, hebben we afstemming met onze Belgische en de Luxemburgse collega's vanuit de centrale banken daar. Dus de Nationale Bank van België en van Luxemburg. En van één van de banken in België, KBC en Bank Generale de Luxembourg. En ik zit er namens Nederland in. Ook daar voortdurende infosharing terughalen naar onze eigen achterban toe. En last but not least, elke update die er maar mogelijk is rondom CBPR+. En ik heb aan het einde van mijn presentatie nog 2 handige slides om te zien waar je wat kan vinden. De volgende slide, die gaat met name in rondom onze gezamenlijke activiteiten. Nogmaals,
in onze werkgroep hebben we gezegd, het migratieplan en het migreren en het testplan en het testen willen wij ook interbankair in het Nederlands doen. Natuurlijk is de ECB milestone planning heilig, maar we hebben gezegd, er is zoveel Nederland traffic in Target 2 verband. We vinden het van uitermate belang om met elkaar interbankair te testen, met gebruikmaking van onze best practices die we bij instant payments hadden. De betaalvereniging BVN support dit ook. En alle kennis die er toen ook opgedaan is, zullen daarin gebruiken. Hoe belangrijk is dat? Voor de rest, use case driven, nogmaals, de happy en de non-happy flows. We gaan ook exception processing, gaan we volledig testen. Reclames, investigations dus, rejects en returns. Dat soort zaken zijn zo belangrijk om volledig te doorgronden. De Nederlandse Bank is ook in deze werkgroep gerepresenteerd. Marcel Otter zit erin. Heel goed om daar ook de link te hebben. Ook naar de ECB milestone planning. En uiteindelijk, we hebben zeker met de Nederlandse Bank onze sessies waarbij we vragen, geef meer gedetailleerde migratie en implementatie planning en activiteiten. Hoe belangrijk is dat voor ons om dat zo tijdig mogelijk te weten? Ik ga naar mijn laatste slide met eigenlijk, laten we zeggen, tips en tricks, key takeaways. Waar moet je nou rekening mee houden? Thijs Venneman, die dadelijk aan u zal presenteren over wat is de impact voor banken, die zal daar zeker ook nog op in detail gaan. Maar ik wil graag even met u 8 punten delen, waarbij we in de interbankaire werkgroep zeggen, hoe belangrijk is het om volledig te doorgronden, om goed voorbereid te zijn. Natuurlijk gaat het om de totale keten, van de originator tot aan de beneficiary. Dus de klantenkanalen en het gebruikmaking van je payments en je treasury back offices. Het tweede punt, het zijn niet alleen maar commerciële betalingen, maar ook betalingen vanuit lending of vanuit effecten, financial markets. Ook daar rekening mee te houden in de assessment, de analyse en alle vervolgtrajecten. We hebben ook supporting processen, dus het reconciliëren van je betaalopdrachten. Heel belangrijk, transaction monitoring. Alle compliance gerelateerde kwesties. En nogmaals, het is nummertje 4, happy en non-happy flows. 5, doe dat met name ook use case driven vanuit als je een originating bank bent, intermediary of beneficiary bank. En kijk naar elke denkbeeldige mogelijkheid die er in de chain zal ontstaan. Nummer 6 is een goed vergelijk tussen de Target 2 en de CBPL Plus. Specificaties. Laten we zeggen 90-95% hetzelfde, maar de devil zit in de detail voor kant- of pasberichten. Een zeer belangrijke om goed te doorgronden. Zoek de 10 verschillen, zeggen we wel eens. In alle fases, maar dan ook alle fases die boven staat, van de assessment tot aan de bouw. Degene die al helemaal klaar was, die heeft daar misschien nog additionele suggesties, maar dit is waar wij sowieso al denken, dit is zo van belang voor een succesvolle launch van Target 2 en CBPR+. Ik wil afsluiten met 2 laatste slides. Deze slide geeft aan, en Tom gaf het ook al even aan, waar kan u wat vinden? Deze laatste slide, ik zou zeggen, gebruik deze met name om goed te kijken waar u welke informatie kan vinden. In de wereld van Swift hebben we MyStandards, het Knowledge Center en Swift Smart. Daar staat alle wat meer gedetailleerde informatie in. En wat helemaal handig is, is de laatste slide. Ik zou zeggen, bewaar hem, distribueer hem. Het geeft een goed, concise overview welke mogelijkheden Swift biedt om de informatie aan de banken ter beschikking te stellen. Of het webinars zijn, of uiteindelijk een soort ISO for Dummy booklet. De MyStandards, zoals ik net al zei, of Swift Smart. Deze slide is zeker handig om binnen uw organisatie te verspreiden, zodat ieder weet waar wat te vinden. Dat waren zo de zaken die ik wilde delen met u. Excuses voor het begin dat het even technisch niet ging, maar dat hebben we weer gerepareerd. Dus, prima, dankjewel. Ook met de handige nakijk slides aan het eind, waar iedereen nog zijn informatie kan nazoeken. Ja. En daar kan ik aan toevoegen dat we straks ook nog e-mailadres en andere contactdetails geven voor mensen die de vragen naar de hand hebben. We hebben één uitzoeker, Vincent, van de vragen die binnen zijn gekomen, dat Jan-Paul daar nog even Alain Provies op mag reageren. Het maakt mij niet uit welke.
Hoe staan we voor in Nederland? Ja. Laat ik zo zeggen, in de interbankaire werkgroep hebben we de 6 banken die ik net al de revue liet passeren. En langzamerhand begint hij dan ook echt op stoom te raken. Je ziet verschillen dat sommigen gebruik maken van een vendor, dus die zal uiteindelijk alle applicatieve wijzigingen doen. Ik denk, als je in het staafjesdiagrammetje kijkt wat net verspreid was, dan zit ieder zowat van in het stuk ontwikkeling en een stuk naar bouw toe. Voor de overige banken, we hebben altijd gezegd, het is zo van belang dat we deze kennis delen, vind ik het lastiger te zeggen. En laat ik het omdraaien. Hoe belangrijk is het om te digesten wat we eigenlijk net voor de hele boterham en het brood de revue hebben laten passeren? Als er wat kleinere banken zijn, om daar het voordeel van te doen, want daar heb ik minder het zicht op. En ja, last but not least maak je als klein onderdeel van een kleine bank onderdeel uit van een grote concern, een multibank in een ander land. Dan zal het met name in dat programma ook meelopen. Oké. Okay. Maar je maakt je nog geen zorgen? Dat is dat ik je hoor zeggen. Nee, ik heb nog geen zorgen. Wat wij wel heel erg van belang vinden, is dat het synchroniseren van die Target 2, tijdlijn en CBPR Plus, dat die nauwgezet plaatsvindt. En daar is deze vraag natuurlijk ook een hele goede. Waarom zijn die verschillen er dan? Ik zou deze even willen, gezien de tijd, even willen parkeren. En die nemen we mee terug in de feedback naar de deelnemers. Is goed. Dankjewel. Overstapje naar, dank voor je inbreng. En dan de overstap naar Thijs Venneman, werkzaam bij Turner. Die een grote bank in Nederland helpt om ondersteunt bij de impact op die bank. En daar een aantal lessons learned van wil delen voor de grotere groep. Thijs, het woord en de presentatie is aan jou. Als je hem even wil unmuten, dan heb je de vloer ook. Hartstikke goed, Frans. Dankjewel. En dankjewel ook wel voor de gelegenheid om onze blik vanuit Turner hierop te geven, op deze onderwerpen. Het zijn namelijk meerdere onderwerpen. En goed dat er ook zoveel deelnemers zijn, want een van de laatste rapportages die we ooit kregen van DNB en ECB over de implementatie in Nederland, daar lagen toch een hoop deelnemers op achter toen de tijd, dus het begin van het jaar. Dus ik ben blij dat er zoveel deelnemers nu de gelegenheid nemen om zich te laten bijpraten en zich goed te voeren bereiden op deze onderwerp. Even kijken of mijn presentatie werkt. Ja, volgens mij wel. Even kort over ons. Turner is een klein adviesbureau. We zijn gespecialiseerd in strategie implementatie. Of eigenlijk strategie is executie, zoals wij dat noemen. En we zijn betrokken bij een aantal ISO-implementaties ook. We werken vaak in kleine teams bij klanten aan hun kritische vraagstukken. En zelf doe ik dat bij banken en verzekeraars vooral. Nadat ik de afgelopen jaren ook een tijd bij de AFM als toezichthouder heb gewerkt. En ook bij het ministerie van Financiën aan beleid en wetgeving heb gewerkt. Onder andere op het gebied van betalingsverkeer. En als je het over betalingsverkeer hebt, dan heb je het over afkortingen. Dit is echt een wereld van afkortingen. En vandaag is daar geen uitzondering op. Ik heb er hier een aantal ter illustratie naast elkaar gezet. Een aantal zijn er al bekend bij jullie vandaag ook. CDM is langsgekomen, maar ook IAD is voor hopelijk velen van jullie inmiddels een bekende afkorting. Niet zozeer vanuit de audit-tijd, maar wel als milestone om te rapporteren over te rapporteren richting DNB en ECB. Ik geloof dat er wel 8 zijn in Internal Application Development. En we gaan natuurlijk van MT naar MX, maar FIN is natuurlijk ook nog de oude standaard waar we het over hebben. Ik ga hier niet doorheen, maar ik ga wel proberen om wat structuur aan te brengen in dit allemaal. Voor alle deelnemers, en met name gericht op eigenlijk effectieve implementatie hiervan. Waar ga ik het dan over hebben? Plat gezegd ga ik het even hebben over de scope, zoals wij die zien. Van vandaag. Ik ga het hebben over de impact die het voor banken heeft en de uitdagingen in de praktijk. Ik ga het ook hebben even over de kansen die ISO geeft. Er was net ook al een vraag over van Mickey van de publieke zaak. Waarvoor doen we dit eigenlijk? Nou, er zijn natuurlijk ook voordelen te behalen. Dan duik ik even heel kort in executie. En dan trek ik nog even wat conclusies. Dus dat ga ik de komende 10-15 minuten even doen. En een andere interessante vraag is natuurlijk in welke context deze foto hiernaast is genomen. Ik ga er straks even iets over zeggen, maar voor de snelste antwoorden heb ik een leuk prijsje liggen. Dus wees er snel bij en vul dat aan.
Ja, de scope van T2S, T2S consolidatie. We hebben het eigenlijk over drie grote veranderingen bij drie grote marktinfrastructuren die voor iedereen essentieel zijn. Of althans, waarvan één of twee zeker essentieel zijn als je daarop bent aangehaakt. En dat levert eigenlijk impact op vijf gebieden. Vanuit de Europese Centrale Bank natuurlijk het CLM-rekeningstructuur en de functionaliteiten daarbij. En ook de ISO-adoptie, heeft Marcel net het een en ander al verteld. Maar ook bij EWA is natuurlijk de ISO-migratie en bij SWIFT. Tom heeft uitgebreid verteld ook over de adoptie van ISO. Gaat natuurlijk op een ander tempo en met een coexistence fase tot 2025. En natuurlijk ook het TNP. En een belangrijke vaststelling is dat die impactgebieden die lijken deels op elkaar, maar die zijn natuurlijk heel erg goed aan elkaar verbonden. Dus die moet je ook in samenhang met elkaar bekijken. Dat is wat ons betreft de belangrijkste vaststelling als je kijkt naar de scope van de veranderingen die op ons afkomen. Vorige sprekers hebben al iets verteld over de impact in de praktijk. Ik concentreer me nu heel even op de uitdagingen die wij in de praktijk zien. En die echt serieus tijd en aandacht vragen. En het gaat dan ook al meer dan alleen maar om de conversie van MT naar MX. Je hebt te maken met verschillende rulebooks. Daar staat ook al een vraag over. Als je flexibele systeem wilt hebben, dan zul je die in hebben moeten richten op voorbereid zijn op allebei de rulebooks. Berichten komen ook in fase beschikbaar vanuit de Swift-omgeving. Je zult berichten ook soms moeten en informatie moeten truncaten. Als je van de een naar het andere format moet vertalen. En er komen niet alleen nieuwe berichten, maar je zult ook bepaalde flows weer opnieuw moeten gaan inrichten. Als het gaat over rejects en returns. En acknowledgements vanuit het target systeem. Dus het is veel meer dan alleen maar die conversie. En daar heb je gelijk ook te maken met de Big Bang vanuit de ECB. Maar als je ook naar het cross-border betalingen doet, dan heb je ook een hele duale fase. En ook daar moet je dus voorbereid zijn om allebei de formaten te kunnen ontvangen in die tijd. En misschien ook wat te kunnen vertalen in bepaalde combinaties als je met cover payments werkt. Dat is ook een uitdaging en vraagt tijd. Impact op klanten is met een vraagteken. Er wordt vaak over het hoofd gezien. Want je wilt als bank of als participant jezelf natuurlijk klaarmaken hiervoor. Maar het heeft ook impact aan de klantkant. Zeker de grootzakelijke klanten. Die zullen ook uiteindelijk hun systemen moeten aanpassen op die nieuwe betalingen die ze moeten meegeven. En als we het over systemen hebben, dan geldt zeker de regel hoe groter, hoe meer impact. En ook hoe internationaler, hoe meer impact. Bij een grootbank kan het al gauw over 50 tot 100 systemen gaan. Natuurlijk overal eigen systemen voor. En voor filtering, voor compliance, voor monitoring, maar ook voor de kredietadministratie. Dus al die product engines, die hebben zelf ook vaak wel payment functionaliteiten. Dus het kan echt om een veelheid aan systemen gaan die aangepast moeten worden. Dan heb je ook nog te maken dat de ECB en DNB gewoon watervallen werken. En dat de meeste van de, denk ik ook de deelnemers al inmiddels overstapt zijn op Agile IT Development. Dat is niet altijd even goed te rijmen. Qua planningen afgeven, qua monitoren, dus dat is echt een uitdaging. En ondertussen moet je ook nog keuzes maken. Nieuwe keuzes in architectuur, hoe je flows gaat laten verlopen. Maar je hebt ook te maken met keuzes die je al gemaakt hebt. En migraties naar nieuwe systemen. Die ook er doorheen lopen en waarvoor misschien wel helemaal geen backup plan gemaakt is. Dus daar zul je ook rekening mee moeten houden in je implementatie. Tot slot, Tom heeft het al verteld over het transaction management platform, maar er is wat mij betreft ook nog wel behoorlijk veel onzekerheid in hoeverre het nou waarde gaat toevoegen, in hoeverre het waardevol is om daar vanaf het begin af aan ook op aan te haken, in hoeverre het waardevol is om daarin te investeren. En helemaal tot slot, ja, we hebben het over berichten, we hebben het over flows, maar uiteindelijk is het ook gewoon mensenwerk. En moeten mensen het binnen die organisatie ook voor elkaar krijgen. En daar zijn vaak heel veel mensen bij betrokken. Naast die impact wil ik ook meegeven dat er ook kansen liggen op het gebied van ISO. En dat komt natuurlijk omdat ISO ook meebrengt dat je meer rijke, gestructureerde en granulaire data tot je beschikking hebt. En die kun je ook tot ter beschikking stellen. Dus je kunt daarmee eigenlijk je eigen processen, je kostintensieve processen versimpelen. En je eigen STP-ratio omhoog brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om minder repairs en minder investigations. Maar ook aan de klantkant kun je die ervaring beter maken door meer informatie te kunnen toevoegen. Zodat je uiteindelijk diensten ook kunt aanleveren aan klanten
waarbij hun eigen STP-ratio omhoog gaat. Ik kan er nu niet altijd diep op ingaan, maar die kansen zijn natuurlijk zeker omdat je gewoon meer rijkere informatie gaat hebben. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we dit ook met z'n allen doen. En als derde component eigenlijk, of gebied waar je voordelen kunt halen, puur op basis van alleen ISO, is ook aan de compliance kant. Want je hebt veel meer informatie beschikbaar om je filtering en monitoringprocessen mee te laden. Het aloude voorbeeld van de betalingen in de binnenbetaling in de Havana Club of de overboeking aan de scuba diving center in het buitenland, die nu allemaal worden uitgevangen, die kun je in de toekomst voorkomen, omdat het woord Cuba zit erin en Havana ook, maar die gaan voortaan in een apart veld vermeld worden. Dus dat is een heel simpel voorbeeld. Maar dat kan echt significant je compliance functie kwaliteit verbeteren, maar ook efficiënter maken uiteindelijk. Aan de infrastructuurkant zie je natuurlijk ook wel voordelen. Bij de ECB met de CLM inrichting, en dan heb ik eigenlijk meer met name over de grotere banken en internationale banken, die over landen heen ook hun liquiditeitsmanagement kunnen uitvoeren. En ook hun kasreserves kunnen poelen en makkelijke liquiditeit kunnen managen. En tot slot natuurlijk het transactiemanagement platform, waar er voordelen zijn te behalen. In verschillende berichtenformats kun je met het platform communiceren de komende tijd. En je kunt die gedeelde dienst ook gaan afnemen, als je dat wil natuurlijk. Nog even, wat is dan echt belangrijk bij de implementatie en bij de executie op basis van onze ervaring? Ik heb hieronder even 7 elementen opgenomen waarvan ik denk dat die echt essentieel zijn. En dat begint met die integrale aanpak. Om van tevoren na te denken over wat je dan wil meenemen in je scope en in je aanpak. En niet meteen in de nitty-gritty details van de PACS-berichten te komen. Hanteer echt een integrale blik, waarmee je zowel strategisch als tactisch je executie waarborgt. Wij noemen dat ook wel vertragen om te versnellen. Zodat je aan het eind veel beter terechtkomt en dat je hebt voorbereid op toekomstige fasen. Bijvoorbeeld met testen, maar ook met je architectuurkeuzes. Combineer ook Agile en waterval. Het kan, het is mogelijk en doe dat slim. Hè. Leg een slim programmalaagje om je Agile ontwikkelomgeving heen. Als derde punt, het is complex. Het is complexe materie, maar dat betekent niet dat je het gewoon simpel kunt maken. Breng structuur aan, maak teams, maak het behapbaar met fasen en ook dedicated teams die daarop zitten. Zodat voor iedereen ook inzichtelijk wordt en doorgrondelijk. 4 is echt mega belangrijk. Dit is natuurlijk echt must have voor alle deelnemers om te kunnen bankieren bij de ECB. Het is niet, als je niet op tijd klaar bent, kun je gewoon niet meer bankieren bij de ECB. Dus je moet echt van het hoogste niveau senior leadership betrokken hebben, omdat je uiteindelijk ook heel snel knopen moet kunnen doorhakken door de hele bank heen. Dus dat bankbrede mandaat heb je echt op voorhand al nodig. Natuurlijk wordt het werk gedaan ook in de teams. En niet alleen in de boardroom, maar ook in de engine room. En die wil je met elkaar in balans brengen en iedereen betrokken houden. Dus hou korte informatielijnen, zodat je iedereen op aangehaakt houdt. 6, resultaten zichtbaar maken. Werk ook met die omgekeerde 20-80-regel. Ga aan de slag. Blijf niet te lang hangen in analyse. Maar ga aan de slag en laat ook resultaten zien aan iedereen. Zorg dat je een functioneel dashboard hebt waarbij je gewoon inzichtelijk maakt wat je voortgang is voor iedereen. En 7, het is natuurlijk een license to operate traject om dit tot een goed einde te brengen. Maar probeer ook die could have's die je kunt halen ook met je must have te combineren. Het is regulatory, maar verbind ook die upside eraan. De tijd dat compliance natuurlijk niet competitief is, die is lang voorbij. Dus investeer daar ook in en combineer het. En ik weet dat het P-woord van programma en project soms al een beetje besmet is. Zeker in een omgeving waarbij het al werk helemaal de norm is. Maar voor dit soort type implementaties heb je echt programma-management nodig. Want je moet bankbreed, moet je het aanzwengelen, je moet daar zaken integreren. Maar je moet ook je voortgang monitoren. En uiteindelijk moet je ook gewoon leven als programma. Je moet uiteindelijk een kant-en-klare oplevering aanleveren voor de Big Bang en Go-Live datum van ECB en Swift. En het hoeft niet zwaar te zijn, het kan ook een hele lichte programmalaag zijn. Het gaat om dat je die coördinatie uitvoert. Ik ga naar het einde van mijn presentatie. Ik heb best wel veel verteld, denk ik, in korte tijd. Misschien wel iets te veel om te behappen. Als ik dan 3 dingen bij jullie wil achterlaten, zijn dat ten eerste, hanteer die integrale programma-aanpak. Bekijk het totaal, neem het totaal ook mee. En bekijk alles in samenhang.
om dit goed en efficiënt uit te voeren. En daarnaast zorg dat je commitment hebt op het hoogste niveau. Je zult die beslissingen soms ook in korte tijd moeten nemen. En dan moet je dat mandaat al van tevoren hebben. En als derde teken wij, hanteer die brede blik. Neem ook die kansen mee op voorhand. Als je die niet meeneemt, kun je later veel minder efficiënt daarop op inspelen. Hierbij ook gelijk ook even een uitnodiging om eventueel ervaringen te delen of lessons learned te delen met ons. Feel free om daarover contact op te nemen. En Frans, er komt al een beeld. Dus ik kom bij mijn laatste slide, Frans. Of er vragen zijn. En ik kan niet zien of er antwoorden gegeven zijn op de quizvraag aan het begin. In welke context deze foto is genomen. Kijk, Victor van IGB. Heel goed antwoord. Ik weet niet of je de snelste was. Ga ik even navragen bij Frans. Maar het is inderdaad een damesmarathon schaatsploeg die we sponsoren. Ze kunnen nu niet schaatsen in de wedstrijd. Dat is afgelast natuurlijk. Maar die zijn hard aan het trainen. Om zich te laten maken voor de baan. Frans. Frans, je staat voor mij op mute. Dankjewel. We hebben elkaar daarbij geholpen, Vincent. Thijs, dankjewel. Wat zijn de grootste uitdagingen? Met name, ik vond die tip 5 top-down, top en down boven en onder bij elkaar brengen wel interessant. Maar dat zijn vaak lastige. Heb je daar nog een korte tip voor de mensen hier om dat voor elkaar te krijgen? Om techniek en management aan elkaar te verbinden in deze tijden? Nou, de korte tip is, is dat je wilt gewoon korte communicatielijnen hebben tussen je boardroom en je engine room, zoals wij dat noemen. Dus je wil eigenlijk gewoon dezelfde rapportages die je gebruikt in je boardroom ook in je engine room met elkaar bespreken. En ook mensen van je engine room ook betrokken houden daarbij. Dus als wij de boardroom gebruiken als een echte stuurgroep, dan zijn er ook mensen vanuit de engine room bij betrokken. En die houden ook gewoon hun verhaal en die vertellen ook over hun eigen voortgang. Dat is denk ik het allermakkelijkste om gewoon mensen bij elkaar te brengen. Oké, en af en toe een beetje vertalen denk ik in die gesprekken. Van zelf naar techniek en omgekeerd. Ja, goed. Hey, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. En we gaan over naar de laatste presentatie die we zo hebben. En dat is de presentatie van Mike Pruiksma van ABN AMRO. En dat doet hij eigenlijk meer namens de interbankaire gemeenschap over de gedeelde testaanpak. Mike, the floor is yours. Dankjewel Frans. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Mike Pruiksma, werkzaam voor ABN AMRO binnen Payments. Even een klein beetje achtergrond van deze werkgroep. Nou ja, wij als ABN AMRO zijn ook, zitten ook in de groep van Jan Paul, dus voor de migratiewerkgroep. En ja, een van de onderdelen dus die Jan Paul net ook al aankondigde is inderdaad het samenwerken van de Nederlandse community. Hoe kunnen wij er straks voor zorgen dat we als community klaar zijn? Het is niet alleen belangrijk dat je dus als bank klaar bent. Maar ja, als er banken binnen de community, Nederlandse community, ook niet klaar zijn, dan is het eigenlijk een cascadering van ja, misschien wel een probleem dat wij straks ook geen betalingen meer kunnen doen. Dus vandaar ook dat wij een werkgroep zijn gestart voor het end-to-end testen. Dit is eigenlijk ontstaan omdat dit ook tijdens het instant payments traject voor Nederland is gedaan. Dus zodoende heb ik mijn hand opgestoken om dit te gaan trekken. Ja, de participants die op dit moment in deze werkgroep zitten. Die ziet u op deze slide staan. Nou, onderin zie je ook een aantal puntjes staan. Nou, straks aan het einde zal ik ook mijn mailadres nog even tonen. Want uiteraard is iedereen welkom om hier ook in deel te nemen en zijn bijdrage te leveren. Nou, we zijn voor de zomervakantie gestart met een eerste meeting, hoe we deze groep zouden willen gaan inrichten. Ja, en daar hebben wij als strategie gekozen dat eigenlijk de basis voor alle testen de target-to-migratie is. En daarbij ook de mandatory test cases en strategie die target beschikbaar zal stellen, die zal leidend zijn. Nou ja, daarnaast zullen we dus inderdaad ook als community
eventuele extra additionele testen willen doen, die misschien wel country-specifiek zijn, nou ja, of misschien wel Europees-specifiek. Denk bijvoorbeeld aan SEPA non-reachable banken die we mee willen nemen. Maar misschien nog meer specifiek voor Nederland is de overstapservice, waarbij Peter Hittinger voor de Nederlandse community een wijziging op het oude overstapdocument heeft aangebracht. En waarbij ook de code IVSB al door de codewoord al door Target 2 is opgenomen. Nou ja, dat soort dingen zouden wij denk ik voor de Nederlandse specifieke community willen testen. Nou, daarbij zullen ook nog wel andere specifieke testcases zijn, maar die ga ik inderdaad niet allemaal hier benoemen. Nou, als planning hadden wij in eerste instantie de DNB, ECB planning, dat die leidend moest zijn. Alleen, dat zal die ook nog steeds zijn. Maar wij waren eigenlijk afwachtend van onze testbasis. Dus dat was inderdaad de testcases die de ECB beschikbaar zou stellen. Nou is in de laatste ECB focus sessie van 24 september bekend geworden dat deze testcases en teststrategie pas een draftversie beschikbaar komt tegen de zomer van volgend jaar. Ja, daardoor hebben wij afgelopen week met de werkgroep een nieuwe meeting gehad. En onze strategie hiervoor aangepast. Dus wij willen nu inderdaad toch zelf bezig gaan om testcases in ieder geval te gaan opstellen. Die wij inderdaad belangrijk achten. Dan komen we bij de scope. Nou ja, om de testscope te bepalen voor de additionele testen binnen Nederland, zullen wij risk assessments doen. Nou ja, kom ik op mijn volgende slide. De ECB scope of de ECB teststrategie die zal bestaan uit vijf fases. Nou, Marcel en Jan-Paul die hebben dat eerder ook al toegelicht. Die zullen onder andere bestaan uit een interoperability testfase, community testing, migratietesting en operationeel testen. Nou ja, om deze additionele testen voor Nederland dus in deze testfases mee te nemen, zullen wij voor iedere keer bepalen wat wij willen testen, risico's identificeren en klassificeren. Daar hebben wij een proposal voor een governance voor opgesteld. Waarbij dus inderdaad eerst risk assessments worden gedaan om de scope te bepalen. Dan zullen de Nederlandse banken die zullen hierin de testen gaan doen. Deze zullen geëvalueerd worden door een groep binnen deze werkgroep onder leiding van de BVN. En zijn er op de mandatory testen nog specifieke vragen, dan kunnen die uiteindelijk neer worden gelegd bij de Nationale Service Desk van de DNB, welke dan in contact staat met de Target 2 Service Desk. Dit is inderdaad op dit moment nu een proposal, maar het lijkt erop dat uit ervaring met de instant payments dat dit goed heeft gewerkt. Dus willen wij hier wel op voortborduren. Dan komen we eigenlijk bij de next steps die we nu hebben neergezet. En dat is dat op dit moment dus omdat de testcases voor Target tot aan volgend jaar zijn uitgesteld. Dat wij nu in eerste instantie een template hebben gedeeld, waarin alle deelnemende banken specifieke testcases voor Nederland gaan opstellen. En deze worden dan gedeeld voor 13 november. En die zullen wij dan in onze aanstaande meeting van 24 november zullen wij die gaan bespreken. En ook hierin zullen we dan uiteindelijk gaan uitwerken
Die zullen we gaan uitwerken en vervolgens een mastertestplan ook hiervoor opstellen. Nou ja, als jullie zouden willen participeren in deze groep, dan, dan vraag ik jullie graag om mij een mail te sturen. En dan zullen we jullie meenemen in de volgende meeting. Ja, en eigenlijk ben ik nu al aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik weet niet of er daar nog vragen zijn. Ik vraag het even aan Vincent. Vincent, hebben wij nog een vraag voor Mike specifiek? Nee, Mike was zo snel en zo degelijk dat er hierbij nog geen vragen zijn binnengekomen. Oké, okay. Dan dankjewel Mike bij deze. En testen was meer dan één keer genoemd in de voorgaande de sprekers. En uiteindelijk is dat de proof of the pudding van alle aanpassingen die nu op de rit staan. Je oproep om voor partijen die dat nog niet gedaan hebben zich aan te melden en het lijstje met de banken dat nu al deelneemt in die onderlinge afspraken is helder voor het voetlicht gekomen, denk ik. En misschien dat ik al ook een medeverzoek van Jan-Paul aan kan toevoegen dat ook voor wie aan wil sluiten bij de Nederlandse afstemgroep om ervaringen uit te wisselen, best practices en ook de interactie tussen de partijen in Nederland in eerste instantie en ook naar de centrale systemen, om dat met elkaar te delen. Dat is waardevol en zeker noodzakelijk ook voor een goede migratie, denk ik. Zeker weten. Zeker dank u dus voor dat aanbod, denk ik, namens de luisteraars. Ik heb nog twee sheets van mijzelf. Want los van het feit dat dit dan heel, Jan-Paul noemt het al heel brood, wat geconsumeerd moet worden en waar we nog te komen, waar de sector nog 2 jaar voor heeft, staan er nog 2 andere trajecten op de rit. Marcel meldt het al even in zijn introductie aan het begin dat ook voor tips vanuit het eurosysteem een aantal verplichtingen zijn opgelegd voor partijen die op dit moment al instant payments aanbieden, om ook de connectie naar tips eind volgend jaar gerealiseerd te hebben, om de interoperabiliteit in Europa rond te krijgen. Dat staat er nog aan te komen. En daarnaast, dat ligt wel eens qua window na de migratie voor Swift en Target, de EPC-standaard die van versie gaat wisselen. Daar gaan we in de toekomst wellicht met elkaar ook wat van gedachten over wisselen. Maar ik wilde toch even afsluiten, nu we het toch over infrastructuur hebben, om deze 2 even genoemd te hebben als vooraankondiging. Dan de afsluiting. Ik moet even kijken waar ik moet klikken, zodat hij dat doet. Nee, dat is niet de goede. Het is altijd handig als je... hier. Dan hebben we hier nog even de laatste slide van deze presentatie. Waarbij ik in ieder geval ook alle deelnemers en alle mensen die meegeluisterd hebben wil danken voor hun aandacht. Succes en sterkte te wensen met alle activiteiten. Er is nog 2 jaar, omdat het uitgesteld is. Aan de ene kant is dat fijn om meer tijd te hebben. Tegelijkertijd betekent dat het stretchen ook van alle inspanningen. Het is ook een kwestie van volhouden, dus voldoende energy drank en andere stimulerende middelen die gelegitimeerd zijn om dat vol te houden. In aanvulling op wat al eerder gezegd is, nog een keer de herhaling dat de presentaties van vandaag na te kijken zijn via dezelfde link via YouTube. En dat door de support van Vincent daar ook aan toegevoegd worden de links naar de presentaties zoals ze gegeven zijn met inderdaad de handige naslag. Of de ingangen naar de verschillende punten waar documentatie te vinden is. Mocht u nog vragen hebben, of meer informatie willen, of guidance willen van met wie te contacten, dan hebben wij het algemene web- of een e-mailadres van de taalvereniging daarvoor, voor wat betreft girale zaken, inclusief deze infrastructurele, giraal@betaalvereniging.nl. Rest mij nog alle sprekers en ondersteuners, Vincent en Jos, die in de achtergrond meegewerkt hebben, te bedanken. En in het bijzonder alle luisteraars voor hun aandacht. En hopelijk heeft dit bijgedragen aan een soepele migratie eind 2022. Dank u wel. Ja. Is dat echt een gemeten cijfer, Vincent? Of ja, dat wou je zeggen. Je ging er met je slide ging je er meteen overheen, maar iedereen heeft even gerenkt. En we zijn dus uitgekomen op 8,5. En dat is voor een webinar, kan ik je zeggen, is dat heel erg hoog. Zeker met zo'n technisch onderwerp. En zeker met 6 mensen in 1,5 uur. Dat is bijna gewoon ongeëvenaard. En ik heb er een hele hoop gedaan.
Oké, nou, dank jullie wel. Schouderklopje voor ons allen en bijzonder de sprekers. Nogmaals hartelijk dank en voor een vervolg nodigen wij u weer uit. Dank en nog een fijne middag en succes met het vervolg. Okay. Doei. Doei.